Nou, Delta Park Nancy Jans, dat is een park waar je een hele leuke dag kan doorbrengen, maar waar je ook de ziel van Nederland kan tegenkomen. We zijn ooit begonnen als museum over de Delta werken, maar inmiddels zijn we een attractiepark over water met de Delta werken als een belangrijk onderdeel, maar ook die aquaria en de zeehonden en zeeleeuwen en allerlei speeltoestellen en waterglijbaan, die maken het tot een hele familiebelevenis. Wij hebben een heel onderscheidend product. Nergens kan je de deltawerken van binnen zien. Dat kan alleen maar hier. Nergens is zo'n combinatie van bezigheden die met water en dijken en dieren te maken hebben als hier. Wij hebben sinds kort een Delta Experience, een interactieve belevenis. Je komt eerst in een soort pre-show, kom je in de slaapkamer van een meisje en dan is de stormnacht van 31 januari 1953. Het begint te stormen en te stormen en te stormen. En dan kom je uiteindelijk in de echte show en dan zie je een bijna 360 graden beeld van de stormnacht. Uiteindelijk hoor je met veel gebulder en toestanden dat de dijken doorbreken en zie je het water komen. En dat eindigt dan met de bouw van de stroomverkering op een manier die heel aangrijpend is, indrukwekkend is. Voor sommige mensen emotioneel is. Mensen vinden het geweldig en ik nodig iedereen uit om daar eens een keer naar te gaan komen kijken. Ongeveer 15% van ons bezoek komt uit Vlaanderen. Wij hebben hier een heel interessant product, een fantastisch restaurant waar mensen tussen de middag heerlijk kunnen lunchen. En ik merk ook dat de mensen het gewoon ontzettend leuk vinden om hier onthaald te worden op een manier zoals de Vlaming dat gewend is. Ik denk dat het heel interessant kan zijn als je nog nooit in Zeeland bent geweest om een keer te komen kijken, te genieten, lekker te eten. En als je één keer geweest bent, dan weet ik zeker dat je de komende jaren regelmatig terug zult keren naar deze streek.